ben Jan Soet, algemeen directeur van Amare, huis voor het Koninklijk Conservatorium, het Nederlands Dans Theater en het Residentieorkest. En samen met Leontien ben ik de directie en zijn we verantwoordelijk voor en het beheer en het programma dat hier zich dagelijks afspeelt. En ik ben Leontien Wiering, zakelijk directeur van Amare. En heb dus de hele ontwikkeling van dit gebouw, de transitie, de oplevering en de daadwerkelijke verhuizing en inrichting mogen meemaken. Ik ben Daphne Gillissen. Bij Amare ben ik betrokken geweest in de rol van senior projectleider. Amare is hoofdhuurder voor de 4 gebruikers hier in het pand. En vanuit die rol hebben ze ook een verplichting om de facilitaire service voor de publieke ruimtes te verzorgen. Wij zijn aangehaakt als adviseur hierbij, zijn in gesprek gegaan met de verschillende gebruikers om de behoeften te inventariseren. En vanuit die hoedanigheid hebben we een facilitair serviceconcept en een productendienstencatalogus opgesteld. Waarbij dus eigenlijk het stukje beleving van het gebouw hier ook weer terugkomt in de dienstverlening. Het Nederlands Dans Theater is een van de beste gezelschappen ter wereld. Het residentieorkest, het allerhoogste niveau. Net als het conservatorium. Dus die vragen ook als gaat het over akoestiek. En eisen die niet vanzelfsprekend zijn in een nieuw gebouw. Ja. Dat verwerkten we dan in het ontwerp, zodat we gewoon een goed ontwerp neerzetten waar de gebruiker bij gebaat is. Mijn naam is Ronald Veugelis, projectmanager van Uitrezen Sommer. Onze projectmanagement en fit-out-opdracht bestond uit het ontwerptraject begeleiden en het begeleiden van de uitvoeringsfase met de uitvoerende partijen. We staan hier in de stadskantine, wat bijvoorbeeld een van de grote percelen is die we hier hebben uitgevoerd, van ontwerp tot en met realisatie. Een van de onderdelen bijvoorbeeld zijn de maatwerkmeubels die we hier hebben. Dat hebben we samen met architecten, meubelmakers tot één eindproduct gerealiseerd en dat uiteindelijk geplaatst hier. Het bijzondere van dit gebouw is, vind ik, dat het open is. Dus overal waar je bent, op iedere verdieping, zie je de buitenwereld. En de buitenwereld ziet ons. Als je hier straks op het plein staat, kun je dansers in de studio zien. Kun je muzici aan het werk zien. Dat is een heel bijzonder aspect. Zo is het gebouw bedacht, zo moet het werken. Dit is de juiste dynamiek en energie. Daar is Dresden Sommer natuurlijk, heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. De barren, de gordijnen, de meubels. Het hele inbouwtraject. Precies. Ja. En denk dat daar een belangrijke, naast ontwikkeling en aanbesteding en uitvoering, is de relatie met de gebouwbeheerder ook een aandachtspunt voor deze sommen geweest. Waar we veel ervaring in hebben, waar wij veel aan hebben gehad. Die in de praktijk wel heel veel afstemming vragen met de bouwer. Die natuurlijk een hele bijzondere rol heeft, omdat ze het ontworpen hebben, gebouwd hebben volgens 40.000 eisen. En nu het gebouw nog 25 jaar gaan onderhouden volgens diezelfde eisen. En dat zorgt wel soms voor veel discussie en veel afstemming en ook processen waar wij eerder niet aan gewend waren. Dat is allemaal begeleid door Dresden Sommer. Zeg maar. Ja. Waar ik het meest trots op ben, dat zou dan toch wel zijn dat we een ontwerptraject begeleid hebben, maar ook dus inderdaad het voortraject, waarbij we met zoveel stakeholders geschakeld hebben om tot een uitkomst te komen. Als je kijkt naar het ontwerptraject, hebben we gewerkt met 4 architecten. En dat zijn allemaal hele bevlogen personen met hele mooie inspiraties. En om dat te vertalen naar een werkelijkheid waarbij het paste binnen de kaders van planning en budget, dat is wel een van de grotere uitdagingen geweest. En ook wel iets waar ik trots op terugkijk. Ik vind het iedere dag een cadeau om hier te mogen binnenkomen en me te realiseren dat dit de werkplek is. En dat dit iedere week beter wordt en mooier wordt.